Meisjes en jongens, dames en heren, het is Sinterklaas 2017. Dit is de Mega Sint-show. Lieve Sinterklaas, mijn naam is Loyla. Ik ben 7 jaar oud. Ik vind ze enorm lief. Ik breng ze cadeautjes en lekkere pepernoten. En soms moet ik in het echt, zoals bijvoorbeeld bij de intocht of vorig jaar bij de Mega Sint Show. Vorige week hoorde ik van mama dat ze jarig bent op 6 december, de dag na pakjesavond. Op die dag gaat u altijd op de boot terug naar haar huis in Spanje. Ik schrok daar een beetje van, want dat betekent dat u altijd uw verjaardag viert op de stoomboot. Dit jaar doe ik daarom een cadeautje in mijn schoen, die u op uw verjaardag op de boot uit mag pakken. Ik hoop dat u er blij mee bent. Liefst, Loyla. Lieve Loyla, wat een lieve brief heb ik van je ontvangen, zeg. Ja, het klopt dat ik jarig ben op de dag dat we terugvaren naar Spanje. En vroeger vond ik dit natuurlijk wel een beetje jammer, want uiteraard had ik graag mijn verjaardag met jullie gevierd. Alle lieve kinderen in Nederland en Vlaanderen. Maar ondertussen ben ik er wel een beetje aan gewend geraakt, hoor. Ik vind het heel erg lief als ik een cadeautje van je krijg. Ik ben enorm benieuwd. Alvast een fijne pakjesavond en ik zie je snel. Dag hoor, Sinterklaas. Zo, En dat is de laatste brief. Die moet ik zo meteen op de post doen. Ik heb alleen geen enveloppen meer. Meisjespiet? Meisjespiet? Ben je daar? Oh, riep u Sinterklaas? Ah, daar ben je. Ja, ik riep je. Hoe is het met je? Enorm goed. En ja? Met u? Oh, uitstekend. Ik heb net alle brieven klaar. Zeg, ik had een vraag. Ja? Zou jij het podium nog even een beetje willen opleuken met wat slingers of zo, hè? Ja, want Party Piet Pablo komt straks. En dan moeten we natuurlijk wel, hoe noemen jullie dat ook alweer zo hip? Los kunnen gaan. Los gaan. Ja. Okay. En, ik heb nog een vraag. Ja? Ik heb zojuist een brief geschreven voor Loyla. Hij ligt daar. Ja. Zou jij die brief in een envelop willen doen en even naar de brievenbus willen brengen? Helemaal ja, goed, ga ik doen. Dan ga ik Party Piet Pablo even zoeken, want volgens mij kunnen we ieder moment met de show beginnen. Hè? Tot zo, Sinterklaas. Dag hoor. Nou, dan gaan we maar eens versieren. Zo, dan beginnen we met de stoel van Sinterklaas. Want die moeten er heel mooi uitzien als we gaan beginnen met de Mega Sint Show. En... wow, zie ik dit nou goed? Jullie zitten er allemaal al. En wat zijn jullie met veel? Hallo allemaal! Hallo alle kindjes! En jullie hebben papa en mama ook meegenomen. Hallo papa's! En hallo mama's! Wat gezellig dat jullie er allemaal zijn hoor. Zo, maar wat zitten jullie hier te doen? Jullie zijn veel te vroeg. Ja, jullie zijn veel te vroeg, want het is namelijk pas... jullie zijn helemaal niet vroeg. Jullie zijn precies op tijd. We gaan beginnen met de Mega Sint Show. Hebben jullie er zin in? Ja! Oh, yes! Dadelijk komt de grote superster van de showtrap afgelopen. Dan gaan we zingen, dansen, schreeuwen, springen. En over wie heb ik het dan? En dan is hij hier. Hij is er niet. Pablo is namelijk altijd een tikje te laat. Ja, maar weet je wat we kunnen doen? We kunnen wel een dansje vast oefenen. Want als hij dadelijk hier naar beneden komt en hier op het podium staat, kunnen we z'n allen zingen en dansen. Is dat goed? Oké.
Het gaat als volgt. Het gaat als volgt. Luister goed. Als Pablo zegt... Koele Pieten, dan zeggen jullie... Koele Pieten. Koele Pieten. Nou, oh, jullie weten vast wel welk liedje dit is, of niet? Ja. Nou, welke dan? Welke dan? De Pieten Vijf. Ja, ja, ja. Heel goed. Oké, dus we hebben... Koele Pieten. Stoere Pieten. We roepen gave Pieten. Oké, nou sneller dansje. Kom staan. Gaan we nog even dansje oefenen, hè? Want het is heel belangrijk. We moeten zingen, maar ook dansen. Ja, toch? Dus kom staan. Oké, handen boven het hoofd. Als een mijter. Dan gaan we heen en weer en heen en weer. Dan doen we nog pepernoten strooien naar de ene kant. En pepernoten naar de andere kant. Dan weer een dakje boven het hoofd. Dan gaan we weer heen en weer en heen en weer. Dan gaat de ene hand voor, de andere hand voor. En die trekken we open. Oké, goed onthouden. Want deze dans gaan we dansen als Paard Piet Pablo zo die showtrap afkomt. Maar dan moet hij nou wel gaan komen. Want anders is hij dadelijk veel te laat. Want ik dacht dat jullie vroeg waren, maar wij waren weer veel te laat natuurlijk. We gaan beginnen. Spannend. Meisjes en jongens, dames en heren, welkom bij het grootste en leukste feest van het jaar. De Mega Sint Show. Vandaag ga je al je YouTube Sinterklaashelden ontmoeten. Love Piet, Meisjes Piet, Sinterklaas en natuurlijk Party Piet Pablo. Hij scoort hit na hit. Zwarte Pieterstijl, de Pieter Sinterklaasmoer, Pieterliefde, de Pieterdrop en noem maar op. Hij bereikte meer dan 80 miljoen views op YouTube. Was te zien in bioscoopfilms, in de grootste zalen van Nederland, is razend populair in Nederland en België. En vandaag is hij hier. Ga staan en dans mee. Geef hem een oorverdovend applaus. Laat je horen voor de enige echte Party Piet Pablo. Yo kids, hallo! Hey meisjes Piet! Hey Pablo! Lekker staan allemaal, lekker staan! Gaan dansen! Wij zijn Pieten. Wij zijn stoere Pieten. Wij zijn Pieten. Wij zijn stoere Pieten. Dans mee de Pieten Vibe. De Pieten Vibe. Wow. Sinterklaas op zijn boot. Cadeautjes zijn weer enorm groot. Pepernoten zijn gebakken. Zo vullen wij alle zakken. Piep, piep, pieten op het dak. Vullen schoenen, kinderen, we gaan schreeuwen. Heel hard schreeuwen, komt ie aan, hè? We roepen stoere pieten. Stoere pieten. We roepen hippe pieten. Hippe pieten. We roepen koele pieten. Koele pieten. We roepen gave pieten. Gave pieten. Wij de pieten zijn elk jaar een mega grote hype. Oh yeah. Dit jaar dansen we allemaal de Piet Piet Pieten Vibe. Hop, lekker groot, hè? Laat staan. Daar gaat hij, de Pieten Vibe. De Pieten Vibe. Wauw. Snachts rijden, de daken op. Sinds een paardje in galop. Cadeautje hier, cadeautje daar. En zo doen wij dat elk jaar. De Pietenstijl, de Sint-move. Elk jaar een nieuwe groove. Komt ie aan, we gaan schreeuwen, hè? We roepen stoere Pieten. Stoere Pieten. We roepen gave Pieten. Gave Pieten. We roepen koele Pieten. Koele Pieten. We roepen hippe Pieten. Hippe Pieten. Wij de Pieten zijn elk jaar een mega grote hype. Dit jaar dansen we allemaal de Piet Piet Pieten Vibe. Allemaal klaarstaan. Een meter op je hoofd. Daar gaat hij, de Pieten Vibe. De Pieten Vibe. Yeah. De Pieten Vibe. De Pieten Vibe.
Wauw. Zo. Hallo allemaal. Hallo allemaal. Ik ben doof volgens mij, joh. Hallo allemaal. Gaan we er vandaag één groot feest van maken. Yes. Hallo meisjespiet. Meisjespiet. Hallo. Dit is verschrikkelijk. Verschrikkelijk? Nee, de mega Sincho is helemaal niet verschrikkelijk. Hij is superleuk. Nee, maar dit is echt verschrikkelijk. Nee. Kinderen, is de mega Sincho verschrikkelijk? Nee, zie je, meisjespiet, niks aan de hand. Ja, maar wat moeten we nou doen? We gaan dansen, zingen, springen, feesten. We gaan er één grote party van maken. Nee, partypiet Pablo, dat bedoel ik helemaal niet. Wat dan? Kom eens erbij. Ja. Kijk eens. Ja. Sinterklaas heeft een brief gekregen van Loyla. Oh, ja, leuk. Ja, en Loyla die schrijft dus dat ze het super jammer vindt dat Sinterklaas zijn verjaardag op de boot viert. Ja. En niet bij de kinderen. Ja. Nou stuur dus Sinterklaas terug en luister goed. Ja. Sinterklaas... Die vindt het heel jammer dat hij inderdaad zijn verjaardag niet kan vieren met de kinderen. Ja. Maar dat het wel gewend is, dus het wel oké is. Maar het is niet oké. Nee. Hij vindt het helemaal niet leuk om zijn verjaardag op de boot te vieren. Nee, hoe kunnen we er dan niet aan gedacht hebben? We hebben nooit eens gemerkt, meisjesbiet. Ja, wat moeten we nou doen? Ik heb geen idee. Sinterklaas, je beste vriend. Hij vult je schoen, omdat jij het verdient. Elke dag staat hij voor je klaar, jaar op jaar. Alle kinderen zijn gek op hem, zijn lange baard en zijn lage stem. Hij is het niet, maar hij lijkt soms streng, soms een beetje eng. Altijd staat de Sint weer voor ons klaar, eerst gaat hij de daken op. Hij zal je niet vergeten, geloof het maar, het is Sint voor iedereen. Maar op 6 december, dan is het weer voorbij. Maar voor die tijd, is Sinterklaas er weer bij. Altijd staat de Sint weer voor ons klaar, eerst gaat hij. Hij zal je schoentje vullen, geloof het maar, het Sint voor iedereen. Altijd staat de Sint weer voor ons klaar, dan gaat hij de daken op. Ja, echt. Hij zal je niet vergeten, geloof het maar, de Sint voor iedereen. Hij zal je niet vergeten, geloof het maar, de Sint voor iedereen. Sint voor iedereen. Maar meisjespiet. Ja. We denken echt alleen aan onszelf. We denken nooit eens een keer aan Sinterklaas. Nee, nooit. Sinterklaas geeft altijd iedereen cadeaus en we denken nooit aan hem. Nee, dus we moeten iets gaan doen. Ja. Ja! Ik heb het! Pablo, ik heb het! Wat dan? Kijk eens. Ja, kinderen. Ja. En wat zie je? Ja, heel, heel veel kinderen. Ja. Ja? Ja? We vieren zijn verjaardag hier. Oh. Vandaag? Hier bij de Mega Sincho? Ja, hier bij de Mega Sincho. En zo van een surprise party? Ja, een surprise party. Hoe gaaf! Oké. Okay. Dat is wel leuk. Ja, maar willen hun dat ook? Kinderen, is het een goed idee? Ja! Yes. Oké. Partypiet Pablo, we moeten heel veel dingen gebeuren. Gebeuren. Oké, verjaardag. Wat hoort er bij een verjaardag? Ik ga een checklist maken. Checklist. Wat hebben we nodig, kinderen? Een verjaardag. En roep eens. Wat? Wat zeg je nou? Ja. Ja. Wat heb je? Een taart. Een taart! Een hele grote taart, toch? Een grote taart! Hele grote! Oh, lekker!
Meer. Roep maar hoor, roep maar. Boven. Wat? Ik kijk niet harder, ik hoor je niet hoor. Ja! Een feestmuts! Een feestmuts! Ja, natuurlijk! Nog meer. Wat? Ja! Een cadeau! Cadeau! K-A-D-O-O. O-E-O. En meer! Meisje Piet, hier vooraan. Wat zei je? Slingers! Twee zonder slingers kan niet! Goeie stift, meisje Piet. Ja, hij is een beetje leeg. Ja. Nou, dat is genoeg al, of niet? Nou, dat is genoeg. Nee. Nou, Pablo, ik denk dat dit echt wel genoeg is, want we hebben maar een korte tijd, zoveel, hè? Zoveel, ja. Wat nu? Wat moeten we nu doen? Oké, ik ga vast voor de verjaardagsmuts. Ja. Als jij dan een cadeau regelt, dan ga ik voor de meisje Piet, mag mijn grote liefde Love Piet misschien ook in het organisatiegroepje? Maar natuurlijk mag dat. Ja. Ja, als jij alles vertelt wat wij gaan doen, ja, dan ga ik de muts regelen. Ja. En voor Sinterklaas. Sinterklaas mag er niks van weten. Ja. Oké, goed. De muts. Kinderen. Wie weet wie mijn grote liefde is? Hoe? Wie? Ja, Love Piet. En we hebben samen een liefdesliedje geschreven. Hoe heet ons liefdesliedje? Welke? Ja, Pietenliefde, inderdaad. Zometeen, lieve kinderen, komt ze hier af. Van de showtrap, hè? Lijkt me heel erg leuk als we dan heel erg mee gaan zingen met Pietenliefde. Gaan we even oefenen, oké? Okay? Het gaat dus zo. Pietenliefde. Oké, nu jullie, hè? Komt er. 1, 2, 3 en... Ik doe alles met jou en Pietenliefde. Ja, ik heb ze gewoon. En zometeen, als het eraf komt, verwacht ik een gigantisch groot applaus, geklap en gejoel, oké? Okay? Gaan we even oefenen. Ik ben even Love Piet. Met je hoog stemmetje. Kijk, dan gaan we omhoog. Dan gaan we omhoog zo. Heel hard, hè? Echt losgaan, hè? Samen bakjes maken. Hoi. Maar dan meteen even. Opnieuw. Komt-ie aan. Samen bakjes maken. Mensen, het is de mega Sintje. Ik verwacht een gigantisch applaus en gejoel. Nog een keertje. Samen pakjes maken. Ja, oké. Houd het vast. Kinderen, dit is de enige echte Pietenliefde. Spannend. Oké. We gaan vol meezingen. Pietenliefde. Op je allerhardste, hè? Op je allerhardste. Bovenin ook, hè? Ja, komt ie aan. Samen pakjes maken. Samen s'avonds op de raken. Samen alles in de zakken. Samen pepernoten bakken. Samen slapen op de pietenzaal. Samen voor het slapen pietverhaal. Samen pietenliedjes zingen. Samen door de schoorsteen springen. Ik doe alles met jou, omdat ik jou vertrouw. Beleef met jou mijn avonturen, nee, ik hoop echt dat dit nog lang mag duren. Want het is... En nu 10 keer zo hard, hè? Het is... Wauw! Ja, die was mooi. Samen met jou voel ik mij mega sterk, echt waar. Samen met jou heb ik plezier in bed. In Piet zijn. Ja. Samen met jou houden wij alle Pieten op gang. En Pablo, samen met jou ben ik voor niets en niemand bang. 2, 3, want dat is... Ik doe alles met jou. Want het is... En nu 10 keer zoals komt hij aan. Alle laatste keer. Het is...
Wauw! Wow. Hallo, lieve kids! Hallo allemaal! Lofpiet, luister eens even goed. Ik heb iets heel erg leuks. Ik heb een geheimpje. Oeh, een geheimpje? Ja, speciaal voor Sinterklaas. Ik ben top, geheimpjes! Ja. Oh. We lazen een brief net, met daarin zei hij dat ze... Oh. Wat is er? Hallo, Pieter! Dag, kinderen! Hallo, Sinterklaas! Wacht even, ik vraag het nog een keer. Dag, kinderen! Wat een feest, hè? Waarom zit je nou hard te doen, gezellig. Graag! Doe ze even normaal! Maar graag! Is er iets aan de hand, Partypie Pablo? Nee. Het doet wel een beetje raar, toch? Ja, ik weet het over. Zit je nou graag bewegingen te maken? Dat is mijn nieuwe move. Je nieuwe move? Nieuwe move? Oh, die ken ik nog Kom niet. Kom nou. Doe ik het zo goed? Oh. Sinterklaas? Ja? Ik ben geloof ik zo bij je terug. Ja. Juist. Maar wat is er nou dan? Ik snap er niks van. Nou ja, tortelduifjes, hè, moet je af en toe even laten gaan. Ik ben druk de verlanglijstjes aan het controleren. Wie heeft zijn verlanglijstje al opgestuurd? Laat het zien. Oh, zeg. Echt waar? Jij ook al? Nou. Ja. Oh, dat is toevallig dat je hier zit. Wil je eens even gaan staan? Nee, jij hier vooraan. Die mama hier. Hallo. Hallo, alles goed? Ik heb je verlanglijstje er toevallig net bij. Ja, leuk, hè? Het is wel, ja, de leuke dingen staan erop, hè? Nieuwe oorbellen zie ik staan. En het is alleen wel, je hebt de term verlanglijstje iets te letterlijk genomen. Het is namelijk een erg lang lijstje, moet je kijken, zeg. Het is, ja. Dus, maar volgende keer mag best iets korter. Okay. Ja, ga maar weer lekker zitten, hoor. Komt helemaal goed, hoor. Applaus, hè? Ja. Zo, wat? En een, ja, wat staat er nog meer? Eyeliner. Hallo, Sinterklaas. Hallo meisjes, Piet, wat leuk. Alles goed met je? Ja, alles goed nog steeds. Ja. Wat doet u hier? Ik ben de verlanglijstjes aan het controleren. Ja? Toevallig had ik een heel lang verlanglijstje, maar die moeder die zit gewoon in de zaal. Oh, ja. Ja, precies. Heeft u erop aangesproken, ja toch? Oh, ja, 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 ze houdt er rekening mee de heel volgende goed, keer, hoor. Maar Sinterklaas, ja. Wat is er aan de hand? Party Piet, Pablo, zoekt u. Oh, maar die was net hier, Nee, 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 u moet naar... Party Piet Pablo. Ik moet naar hem toe. Ja. Waar is die? Zeg het me waar die is, dan ga ik er naartoe. Hij is... Oh, hij is daar. Hij is daar. Hij is daar. En wat is daar? Waar is daar? De artiestenfoyer. Oh, dat is hierachtig. Ja. Ga ik hem even halen. Ja. Ik ben zo ga terug, hoor. Daar ja. even. Ja, daar dag, naartoe. Hoor. Ja. Oeh. Had hij het bijna al gezien? Ik kom oplopen met de muts en Sinterklaas staat hier. Hoe vinden we hem? Wow. Mooi, hè? Oh, en denk je dat Sinterklaas hier mooi zou staan zo? Ja, ja hè? Oké, okay, de muts die kan van het checklist af. Van de checklist. Kijk, hoepa, strepen we gewoon goed door. Die hoeven we niet meer te halen, want die heb ik. Zet ik mooi hier neer. Zo, hoppa. Dan gaan we door. Nou. Dan zet ik hem hier neer. Jawel! Ja, nee, maar zo staat hij, want blauw, dat ziet hij niet. Oké. Okay. Ja, maar nee, maar dat is heel goed. Heel goed dat jullie opletten, want we gaan het als volgt afspreken. Ik ga nou voor de grote taart. Als Sinterklaas komt, dan moeten jullie eens even roepen. Dan haal ik hem weg, oké? Okay? Als er iemand komt en u wilt die hoed pakken, die muts pakken, roep. Oh, maar wacht even, jullie kunnen helemaal niet roepen. Ja, maar, het moet zo hard mogelijk, hè? Want ik ga wel naar de bakker om mijn taart te halen. Gaan we eens even oefenen. 1, 2, 3. Ja! Zo, jullie kunnen hard roepen. Dus heel hard roepen als er iets met die muts gebeurt. Ik ga naar een grote taart op zoek. Een taart. Ah, dag kinderen. Wat leuk dat jullie er allemaal zijn. Ja, ik hoorde dat de Mega Sint Show hier was, dus ik dacht, nou, ik ga maar eens kijken, want dat was vorig jaar zo leuk. Ah, ah.
is een mooie muts. Dat is een verjaardagsmuts. Ja, ik ben nog niet jarig, maar ik ga hem toch even opzetten. Ah! Maar van wie is deze muts? Van wie? Sinterklaas? Nee joh, die is toch pas 6 december jarig? Jawel. Ik ga deze muts vandaag opzetten en dan voel ik me de hele dag jarig. Jongen, 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 jongen. Wat een lawaai hier, jongens. Wat is er allemaal aan de hand? Wat is er? Wat doe jij hier, Lafiet? Nou, mijn spiet. Iedereen is hier helemaal in paniek. Ja, dat klopt. Ik had met hun afgesproken. Ja? Wacht even. Je had met ze afgesproken? Wat is er? Nou, Piet. Ja. Luister nou. Ik had afgesproken dat ze zouden roepen om de muts. Ik had aan de muts en nou is hij weg. De verjaardagsmuts? Ja. Voor de surprise-party voor Sinterklaas. Oh. Wie heeft dat gedaan? Een boef? Een boef? En wat moeten we nou doen? Nou, meisje Piet, ik weet al wat hoor. Nou? Die boef, die moeten wij gewoon gaan pakken. Ja! Ja, 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 ja. Maar hoe vinden we hem? Oh, dat is makkelijk, dat is makkelijk. Nou? Hij heeft natuurlijk een muts op, hè? De verjaardagsmuts heeft hij op. Oh ja, dat is toch raar, hoor. Ja? Zeg, al dat lawaai. Wat is er allemaal aan de hand? Niks. Sinterklaas. Nee. Waar is de taart? Hoor het op lawaai. Ga even halen dan. Ga even halen. Ik kan klaar zijn, oké? Ja, zij dan. Zal jullie enthousiasme wel... Sinterklaas? Ja. Wat doet u nou hier? Met Paardenpiet Pablo praten, dacht ik. Maar hij is denk ik even naar de wc of zo, geen idee. We zijn een feestje aan het bouwen, leuk hè? Ja, maar Sinterklaas, ja? Het lijkt mij een heel erg goed idee als u eventjes lekker een middagdutje gaat doen. Ik bedoel, ja. Zo druk overdag, de megasinshow, ja. S'avonds de dak op. Ja, maar ik ben toch niet moe en bovendien, het is veel te gezellig daarvoor. Ja, maar het lijkt me toch echt... Beter voor u om toch nog even, hè, lekker uit te rusten. Oh, lekker veel. Nou, als jij, denkt dat het, beter is, dan ga ik ja, wel een dutje lekker, doen. Lekker, nou. Lekker rusten. Ja, hij zegt, kom maar. Hier is die. Ja hoor. Ta-ra-ta-ta. Hé, hey, Lovebeat, ik ga pas slingers. Ja? Ja, is goed. Jongens, wat vinden we ervan? Ja, is mooi, hè? Hebben we helemaal bij de bakker gehaald. Heerlijk. Nou, dat kunnen we afstrepen. Een grote taart. Jazeker, die hebben wij. Goed, een cadeau. Dat ging Paolo doen. Slingers. Slingers halen. Oh, vrek. Ja, die taart staat hier nog. Ja, we moeten niet hebben wat er net is gebeurd, hè. Want dan houden we geen feestje meer over als alles verdwijnt. Als je nou even goed op die taart lette. En eventjes goed schreeuwen, stampen, joelen, gillen. Als iemand ook maar iets hier in deze zone zo komt. Deze zone. Dan moet je me eventjes waarschuwen. Want dan kom ik eraan en zeg ik. Hey. Van die taart afblijven. Oké, hebben we dat afgesproken? Oké, super. Ik ben slingerzaal, jongens. Slingers. Langzaam wat rilletje leven. Hey, dag lor. Ria, hey, dag lor. Oh, een lekkere taart. Dan ga ik een hapje uitnemen. Hey, van die taart af! Jongens, zit je me nou in de maling te nemen? Oh, Lafiet, er is er niks gebeurd. De taart is nog helemaal... Ja, die zit op... Oh nee! Er is een hap uit. Een gat in de taart. Jongens! Wat zonde! Hoe kan dat nou? Jullie maken een lawaai en nou zijn we weer te laat. Hey, jongen, ik heb een idee. Het is maar een gat in een taart.
spuit ik gewoon op met slagroom. Er zit niemand er iets meer van. Oh, dat is helemaal goed. En het gaat je gewoon even zo. Jongens. Zeg, als jullie willen dat ik een dutje ga doen, dan moet het toch wel wat stiller zijn. En Piet, wat is er aan de hand? Nee, Sinterklaas, niks. Gewoon heel enthousiast publiek. Oh, heel waar enthousiast. Zij het? Oh, ik zal even doorgeven dat het stiller moet zijn. Nou, als zij wat stiller zijn, doe ik oordop in, komt het helemaal goed. Ja, helemaal nou, goed. Dag hoor. Als jullie even wat stiller willen zijn. Is hij weg? Oh. Is ja, hij weg? Ja. Ja, Pablo, hij is weg. Kom maar. Kijk eens even. Oh. Kijk eens even. Wow. Ik heb een cadeau voor Sinterklaas. Oh, wat gaaf, wat is die groot? Wat zit erin, Pablo? Kijk maar even. Ja? Ja. Wat net? Een papiertje, grappig. Maar echt, serieus? Lees een papiertje? Lees nou even voor. Echt, geloof mij, is heel erg leuk. Echt heel leuk. Oké, dat gaan we doen. Ja. Lieve Sinterklaas, ga op uw stoel zitten en kijk naar het optreden van alle kinderen. Ja. Papa's, ja. Mama's, ja. Opa's en oma's in de zaal. Ja. Maar Pablo, wij hebben helemaal geen optredens. Nee, dat gaat wij niet. Wij hebben helemaal geen optreden. Nee. Luister, ik had dus gedacht, zometeen komt de Sint hier. En dan gaan we speciaal voor hem een cadeau geven. Een optreden van heel de zaal aan Sinterklaas. Dat is slim, dat vindt hij leuk. Op de Sinterklaas-hit van dit jaar. En die is zo leuk. Gaan we even oefenen. We gaan even goed oefenen. En straks gaan we voor Sinterklaas dansen, oké? Ja, precies. Even allemaal gaan staan. Even allemaal gaan staan. Bovenin ook. Iedereen gaan staan. Iedereen gaan staan. Iedereen. Nog een hele zaal. Ook de ouders gewoon. Even iedereen. Want het is een cadeau van de hele zaal aan Sinterklaas, hè? Meneer, u mag gewoon gaan staan, hoor. Staan, nee, staan, staan. Echt gezellig. U bent niet zo groot, hoor. Nee, ja, man, kijk. Kom lekker staan. Kom lekker staan. Ja, iedereen klaar? Oké, komt ie aan, hè? Opgelet. Opgelet. Ga klaar staan. Ga klaar staan. Benen wijd. Benen wijd. Voeten naar buiten. Voeten naar buiten. Borst naar voren. Borst naar voren. Armen omhoog. Armen omhoog. Maak een mijter. Maak een mijter. Trek een gekke bek. En trek een gekke bek. Ja, het kan veel gekker met een gekke bek. Heb je al. Ja. Gekke bek. En nu heel hard gillen. Wow! Ja, hola! Hola! Hey! Hello! Ja! Draai van die taart op! Ah, kinderen! Ik begin het opeens door te krijgen! Jullie vieren hier de verjaardag van Sinterklaas. Hè? Als een soort surprise party. Ja. Ik heb een geweldig idee hoe ik deze dag jarig kan zijn. En aan deze mooie cadeaus kan komen. De mantel. Oh. Ha. Echt zo. Leiter. Niet zeggen tegen Sinterklaas en Zwarte Pieter, hè. Ik heb een briljant idee. Nou, jongen. We hadden ze bijna te pakken. Ja, maar we hebben hem niet kunnen vinden, niet gepakt. Nou, we hebben geen verjaardagsmuts. Laat en al buiten te... Ja? Kijk daar! Huh? Hij is terug! Hoe kan dat nou weer? Dat weet ik niet! Hé, hey, maar weet je wat dat betekent? Nou? Dat het feest voor Sinterklaas gewoon door kan gaan! Ja! Dan kunnen we nog steeds verrassen! Yes! Oké, wat staat er op de checklist? Oké, wat... Door en door. En... Een cadeau, maar dat ging Party Piet Pablo cadeau regelen. Oh ja, die hebben we al hier. Waar staat die? Slingers. Ja, die heb ik wel. Oké, slingers. Slingers. We gaan versieren. Hier wel. Ik heb hier wat slingers. Oh, stop! Oh, weg. Hier. Wat een gezellige boel hier. Dag Pieter. Wat zijn jullie aan het doen? Niks. Niks. Niks? Ja, helemaal niks. Oh, dan zou ik maar eens wat gaan doen, want die kinderen zitten te wachten, hè? Ik heb een idee. Wat moeten we nou doen? Sinterklaas, meisjes Piet. Ja?
Wat ja. Nou als jullie eventjes het grote boek gaan doornemen om te kijken welke schoentjes er vanavond gevuld moeten worden? Dat vind ik een geweldig idee. Een planning maken. Het schoentjesvulschema, natuurlijk. Precies. Ik ga even zitten. Ja, ja hoor. Oké. Zo. Oké, ik heb een idee. Luister. We moeten natuurlijk heel het podium gaan versieren. Maar ja, Sinterklaas is hier. Maar wat nou als jullie gewoon keihard een liedje gaan zingen, zodat Sinterklaas hier gaat staan en helemaal de aandacht van jullie heeft. Dan gaan meisje Piet en ik ondertussen het podium versieren en heeft hij gewoon niks door. Is dat een goed idee? Hallo, is dat een goed idee? Kijk, hier hou ik van. Oké, komt ie hè? Sinterklaas? Ja? De kinderen willen ontzettend graag een liedje voor u zingen. Oh, is dat zo? Ja, ik wil ze gewoon niet meer tegenhouden. Dus of het nu nou, even kan. Dan kom ik dichterbij, want dat wil ik natuurlijk wel even goed horen, hè? Ja, als u nou gewoon helemaal hier vooraan kunt staan. Ja, gezellig. Ik ben gek op liedjes. Ja. Gaan ze dan heel hard zingen? Heel hard. Ja hoor, dat vind ik leuk. Zijn jullie klaar voor? Zo, ik zet mijn meter extra vast. Goed naar voren. Ga maar staan. Ik wil jullie wel horen hoor. En zo hard als je kan, hè. Hij komt, de lieve goede zee. Mijn beste vriend, jouw kans van boven. De vriend van ieder kind. Meisje, tuurlijk, hartje klopt zo klein. Wat brengt hij jou? En wie zoet is koek, wie stout is krijgt de roep. Wie zoet is koek. Wie stout is, krijgt de roep. Wie zoet is koek, wie stout is, krijgt de roep. Wie zoet is koek, wie stout is, krijgt de roep. Kom op, ik wil u ook. Hij komt, ja. Lieve goede zin. Mijn beste vriend, jouw beste vriend, de vriend van ieder kind. Mijn hartje klopt zo blij. Wat brengt hij jou en mij? Wie zoet is koek, wie stout is, krijgt de roep. Jullie. Wie zoet is koek, wie stout is, krijgt de roep. Wie zoet is koek. En jullie? Wie zoet is koek, wie stout is, krijgt de roep. Ja. Hij komt, de lieve goede zin. Mijn beste vriend, jouw beste vriend, de vriend van ieder kind. Mijn hartje klopt zo blij. Wat brengt hij jou en mij? Ja, applaus voor jezelf. Ja. Dat klonk fantastisch. Zeker weten. Ja. Hé, wat een leuk feestje zo, hè? Ja. Wat zei jij tegen? Hoezo, zei je tegen? Ik sta hier helemaal zo enthousiast te dansen. Ja. Heb je niet gezien? Had ik gezien? Nee, ik zat op de kinderen aan het letten, maar het maakt niet uit hoor. Hé, hey, Sinterklaas. Ja? Nu toch lekker in zo'n flow zitten, hè? Van die liedjes en zo. Ja. Kan je even Bart Piet Paolo gaan zoeken? Ja. Oh, ja. Is hij er nog niet dan? Nee. Pieter Sinterklaas move. Oh, de Pieter Sinterklaas move. Ja, ik ga hem gauw zoeken. Ga hem snel zoeken. Sinterklaas, niet terugkomen zonder Pablo, hè? Want nee. Daar hebben we helemaal niks aan. Ja. Nee. Ik kom terug met Pablo. Blok. Ja. Oh. Oké. Hij heeft niks in de gaten. Nou, hij heeft nog niks in de gaten. Kijk, hoe mooi. Is hij weg? Ja, hij is weg. De checklist, hoe ver zijn we? Ja, helemaal af, want de slingers die hangen ook. Dus we kunnen beginnen hoor, Pablo. Ja. Echt waar, is zover? Ja. Oh, gelukkig, ja. Kunnen beginnen? Ja, oké, we gaan beginnen. Maar ik heb een vet goed idee. Oh, maar wat dan? Ik heb een vet goed idee. Oh, wat is het idee dan? Wat dan? We gaan toch een surprise party organiseren? Ja. Wat doe je altijd bij je surprise party? Zingen. Zingen, echt waar. Ja. Nee. Surprise! Het surprise moment! Natuurlijk! Wacht eens even. Kunnen jullie niet blijven zitten met z'n allen? Wacht eens even. Nou? Is het niet leuk als de hele zaal al mee gaat doen? Ik heb een idee. Ja, de zaal? We gaan allemaal achter onze stoel gaan we zitten. Hè? Allemaal achter de stoel. Iedereen de hele zaal. Doe ik zo 1, 2, 3. En doen we zo. Surprise! Ga je oefenen. Dat is een leuk idee. Ga je even oefenen. Allemaal zakken. Allemaal zakken. Ja, zakken. De hele zaal, hè? De hele zaal. Zakken, meneer? Zakken. Meneer, de hele zaal. Zakken, bukken. Dus u ook. Het is geen relax show. Ja, dat zakken. Dat bovenin ook. Ja, meneer, ik zie iemand echt zakken. Op echt lager. Ja. Meneer. Hey, daar bovenin ook, hè. Boven, ja, bovenin ook. Even allemaal, meneer, je moet echt zakken. Zakken die handen. Ik ga niet laag genoeg. Ja. Ja, even oefen. Komt jij, hè. 1, 2, 3. Surprise! Yes. Okay. Dat ziet er vet cool uit. Hou dit vast. Superleuk. Ja, gaan we beginnen? We gaan beginnen. Oké. Nu voor het echie, hè? Voor het echie. Zakken wel. Zakken. Zakken naar beneden, meneer. Ja, het is geen relax show. Meneer. Ja, we moeten ook verstoppen, oké. Uw pet, goed zo. Zakken. Iedereen zakken. Meneer, iets verder nog, hoor. Ja, goed zo.
Maar ja. Pak die Pablo, we moeten Sinterklaas wel roepen, want anders komt hij nooit hierheen. Ja, we roepen Sinterklaas. Ja, we roepen, ja. Sinterklaas. Sinterklaas. Zakken, zakken, zakken. Sinterklaas. Want we zitten allemaal even rijk. 1, 2, 3, Sinterklaas. Oh, lieve kinderen, wat leuk dat jullie er zijn. Dag Pieter. Hallo, wat leuk. Wat een verrassing was dit. Wat is er, Pablo? Is dit geen Sinterklaas? Wat doe jij? Volgens mij is dit meneer Van Driel. Meneer Van Driel! Met zijn staf van Sinterklaas. Wat krijgen we nou dan toch? Nee, waarom ben jij verkleed als Sinterklaas? Ja. Ja. Ik wilde ook graag jarig zijn en allemaal cadeautjes krijgen. Ja, maar... Ah, dus jij hebt ook van de taart gesnoept en de verjaardagsmuts gestolen. Ja, maar... Ja, hè, dat was hij, hè? Maar die taart was zo lekker. Ja, dat zou best, ja. En die smuts was zo mooi. Nee, maar meneer Van Driel, luister eens. We doen de verjaardag van Sinterklaas vandaag vieren, omdat hij altijd zijn verjaardag op de boot viert. Ja. Dat vinden we jammer, want de kindjes willen dat ook mee vieren. Daarom een surprise party voor hem, niet voor jou. Echt waar? Nee. Oh, nou begrijp ik het, Pieter. Ja, zo heb ik er eigenlijk nooit over nagedacht. Ja, nou, door jou is alles wel mooi in de soep gelopen. Ja. Oh, ik dacht niet dat jullie zo boos zouden worden op mij, hoor. Maar daar zijn we wel. Mij. Kinderen, wat hebben we vorig jaar bij de Meer Gezin Chocoleert? Als je stout bent, dan zeg je sorry, inderdaad. Ja. Dus, meneer Van Driel, wat gaan we even doen? Die tegen alle kinderen en de papa van mijn zin in de zaal. Kom maar even mee. Hup. Ja. Oh, Pablo, moet dat weer zo hard? Sorry, kinderen. De papa's, mama's, opa's, oma's, even iedereen. Ja. Sorry, papa's, mama's. Ja, en even iedereen individueel hierover. Ja, en ik dan? Sorry, meisjes Piet. Oké. Okay, Sorry, love Piet. Oké. Okay. Sorry, party Piet. Pablo. Oké, meneer Van Driel, het is goed hoor, het is akkoord. Ja. Ja, dan is het nu eigenlijk tijd om het nog een keer te gaan doen, maar dan voor de echte Sinterklaas, toch? Ja, we gaan maar het nog een keer doen. Neem jij hem mee? Ja, jongens, het is hier geen relax show. We gaan zakken allemaal, zakken. Meneer ook, meneer. Zakken, ja. Daarboven, zakken. Iedereen zakken. Ja, iedereen gezakt. Iedereen, hè. Oké. Okay. Muziek aan. En we gaan zakken. Pablo, verstappen! Zakken, meneer, verder zakken. Ja, iedereen zakt en we gaan ook zingen. Pablo, kom nou, hij komt. Hij komt eraan. We gaan ook zingen, hè? Op je allerhardst, hè? Zakken. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Want we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u nog even tijd. Voordat ik hoor wel wat, maar ik zie niet zoveel. 1, 2, 3, Yes, yes, goed zo. Ik schrok een beetje. Ja, echt waar. Zeg, waarom laten jullie me zo schrikken? Chef. Leuk hoor, maar... Ja, nou Sinterklaas, ik moest van u een brief posten. Ja! Ja! De brief aan Loyola. Ja, klopt. Ja. Ik heb hem alleen gelezen, sorry. Oh, nou ja. Maar er ging het over dat u het wel jammer vindt dat u uw verjaardag niet met alle kinderen kan vieren. Omdat u dan
hè, op de boot terug bent. Ja, ja, ja. Ja, het maar is daarom mooi, hadden wij met z'n drieën een goed idee om een surprise-party te organiseren met deze kinderen, zodat we uw verjaardag wel hier een kunnen feestje. Vieren. Ja. Voor mij. Voor jou. Ja. Ja. Nou, ik moet zeggen, het was een ware surprise, hoor. Yes. Ja, goed zo, wel goed. Sinterklaas. Ja. Omdat u jarig bent, ja, hebben wij een cadeau voor u. Oh, echt waar? Ja, echt waar. Is die voor mij? Die is voor u. Oh, meisjes Piet, ja? Mag ik jou de staf even natuurlijk geven? Dan heb ik even twee handen voor nodig. Ik zal het verklappen. Er zit een briefje in en die mag u voorlezen. Oh, nou, ik ben benieuwd. Normaal pak ik alleen pakjes in. En nu maak ik ze open voor één keertje, vooruit. Even kijken, het is deze brief, geloof ik. Ja, ja hoor, ja, okay, ik heb de brief al te pakken, maar ik wil niks kapot maken natuurlijk. Ja. Moet ik hem voorlezen? Ja. Zeker, zeker, ja. Lieve Sinterklaas, ga op uw stoel zitten en kijk naar het optreden van alle kinderen, papa's, mama's, opa's en oma's in de zaal. Nou, ja, dat en ga wij. En wij natuurlijk. Ja, en jullie natuurlijk. Ja. Dat ga ik me geen twee keer laten zeggen. Nee. Ik ga gauw zitten. Ja. Zijn we klaar voor? We gaan staan. We gaan staan, iedereen. Spannend. We gaan staan, iedereen. Heel de zaal gaan staan. Bovenop. Iedereen gaan staan. Papa's, mama's, opa's, oma's, kinderen. Iedereen gaat staan. Want speciaal voor Sinterklaas is dit de enige echte Pieten Megadans. Ja, ja, ja. Oké, kids. Zijn we er klaar voor? Dit is de Pieten Megadans. Opgelet. Opgelet. Ga klaarstaan. Ga klaarstaan. Benen wijd. Benen wijd. Voeten naar buiten. Voeten naar buiten. Ja, heel goed, kinderen. Al een beetje een raar houding, hè? Maar dat is wel de enige echte Pieten Megadans. We gaan dansen. Dans, dans, dans. Op en neer, neer, neer. Draai, draai, draai. In de ronde nog een keer. Dans, dans, dans. Op en neer, neer, neer. Draai, draai, draai. In de ronde. Opgelet. Opgelet. Ga klaarstaan. Ga klaarstaan. Benen wijd. Benen wijd. Voeten naar buiten. Voeten naar buiten. En borst naar voren. Borst naar voren. Heel veel naar voren zo, hè. Heel veel naar voren. Meneer, ga even staan en even mee. Borst naar voren. Ja, goed, komt-ie. Dans, dans, dans. Op en neer, neer, neer. Draai, draai, draai. In de ronde nog een keer. Dans, dans, dans. Op en neer, neer, neer. Draai, draai, draai. In de ronde. Opgelet. Opgelet. Ga klaarstaan. Ga klaarstaan. Benen wijd. Benen wijd. Voeten naar buiten. Voeten naar buiten. En borst naar voren. Borst naar voren. Armen omhoog. Armen omhoog. Nu armen heel in de lucht. Dat kan nog veel hoger, mensen. Nog veel hoger. Hoger die armen. Hoger. Ja, daar komt hij weer. Dans, dans, dans. Op en neer, neer, neer. Draai, draai, draai. In de ronde nog een keer. Dans, dans, dans. Op en neer, neer, neer. Draai, draai, draai. In de ronde. Opgelet. Opgelet. Ga klaarstaan. Ga klaarstaan. Benen wijd. Benen wijd. Voeten naar buiten. Voeten naar buiten. En borst naar voren. Borst naar voren. Armen omhoog. Armen omhoog. En maak een mijter. Maak een mijter. Ja, de mijter van Sinterklaas. Ja, onze enige grote held Sinterklaas. Komt-ie. Dans, dans, dans. Op en neer, neer, neer. Draai, draai, draai. In de ronde. Nog een keer. Dans, dans, dans. Op en neer, neer, neer. Draai, draai, draai. In de ronde. Opgelet. Opgelet. Ga klaarstaan. Ga klaarstaan. Benen wijd. Benen wijd. Voeten naar buiten. Voeten naar buiten. En borst naar voren. Borst naar voren. Armen omhoog. Maak een mijter en trek een gekke bek. Gekke bek. Trek je alle gekste bek. Dat kan nog veel gekker. Gekke bekken. Ja, goed zo. Dans, dans, dans. Op en neer, neer, neer. Draai, draai, draai. In de ronde nog een keer. Dans, dans, dans. Op en neer, neer, neer. Draai, draai, draai. In de ronde. Opgelet. Opgelet. Ga klaarstaan. Ga klaarstaan. Benen wijd. Voeten naar buiten. En borst naar voren. Borst naar voren. Armen omhoog. Armen omhoog. Maak een mijter. Maak een mijter. Gekke bek. Gekke bek. En nu heel hard gillen. Oh, yeah, yeah. Wow, wat kunnen jullie hard gillen, zeg. Dans, dans, dans. Op en neer, neer, neer. Draai, draai, draai. In de ronde nog een keer. Dans, dans, dans. Op en neer, neer, neer. Draai, draai, draai. In de ronde. Laatste keer. Dans, dans, dans. Op en neer, neer, neer. Draai, draai, draai. In de ronde nog een keer. Dans, dans, dans. Op en neer, neer, neer.
draai, draai, draai in de ronde. En klaar. Applausje voor jullie zelf. Wauw, goed op de rol. Fantastisch. Wow. Heel gedaan, knap hoor. Ja, heel knap, heel knap. Wat een heerlijk om naar te kijken. Ik voel me ook helemaal jarig. Wat goed, wat zeg, goed. Wat hebben jullie dat leuk voor mij gedaan, zeg. Ik kan jullie wel een kus geven. Een kus, Sinterklaas? Nou, ik denk dat wij allemaal u een kus willen geven. Nee. Omdat u zo lief bent voor iedereen. En omdat u vandaag jarig bent natuurlijk. Natuurlijk. Oh. Als hij lacht, lacht hij naar jou. Lacht hij naar mij. Lacht hij naar ons allemaal. Als hij schrijft, schrijft hij jouw naam. Weet van jouw bestaan. Dat is toch niet normaal. Ik wil iets doen, jij wilt iets doen. Kom, we geven hem een zoen. 3, 2, 1. Een kus voor Sinterklaas. Een kus voor Sinterklaas. Zijn baard prikt in jouw gezicht, maar zijn brede lach geeft jou weer wat licht. Een kus voor Sinterklaas. Een kus voor Sinterklaas. Een kus voor Sinterklaas. En dan loop je naar hem toe. Gaat op je tenen staan. Jou bij de lippen op zijn wang. Drukt ze zachtjes tegen hem aan. En dan loop je naar hem toe. Gaat op je tenen staan. Jou bij de lippen op zijn wang. Drukt ze zachtjes tegen hem aan. 3, 2, een kus voor Sinterklaas. Een kus voor Sinterklaas. Zijn baard prikt in jouw gezicht, maar zijn brede lach geeft jou weer wat licht. Een kus voor Sinterklaas. Een kus voor Sinterklaas. Een kus voor Sinterklaas. Lopietje! Lopietje! Alsjeblieft, Sinterklaas! Oh, Lopiet, wat een prachtig lied heb je toch geschreven. Dankjewel. Wat een feestje zo, hè? Maar, wat een feestje. Sinterklaas, ja? Nu dat we toch met z'n allen hier zijn, is het misschien leuk dat we wat vragen van de kinderen gaan beantwoorden. Ik denk dat we sommige vragen hebben voor u. Hebben jullie een vraag? Ja, ja. Zal ik eens een rondje lopen in het publiek? Eens kijken of de kinderen vragen. Ga ik even lekker zitten? Ga jij een rondje lopen? Ja, dan gaan we eens even kijken. Hé, hey, Van Driel, of er vragen zijn van de kindjes. Dan gaan we die eens even beantwoorden, Sinterklaas. Oh, leuk. Ja, dat is goed hoor. Zo. Goed, vinger omhoog als je een goede vraag hebt voor Sinterklaas. Een hele belangrijke vraag. Dank je wel, Bart, Piet. Ach, een prachtige tip van jazz. Ik zie wel heel veel vingers, jazz. Hè? Oké, Sinterklaas, zit u er klaar voor? Ik zit er helemaal klaar voor. Ja, hoor. Nou, ik ben hier boven. Ziet u mij nog? Ja. Hier zo. Hier zo. Oh, daar. Hallo. Ja, hoor. Ver weg, hè? Ja, ja, de lampen schijnen in mijn gezicht. Dus. Het is theater. Oké, Sinterklaas, hier komt de eerste vraag. Gaan we. Oh, ja, ik luister. Waar komen pepernoten uit? Waar komen de pepernoten uit? Oh, daar ben ik Nou, dat is heel makkelijk. Uit de zak. Ja. Uit de zak? Is zo je vraag beantwoord? Doen, ja, niet helemaal, Sinterklaas. Nou ja, dat staat er. We hebben een speciaal recept. Het is heel oud. Het is al meer dan 130 jaar oud. Zo. Ja. En wij, de keukenpiet maakt ze samen met de kombuispieten op de boot. Maar we hebben er ook een foefje voor. Want Bolletje maakt ze ook. Echt waar? Ja, dus we doen het een beetje met z'n allen en ze komen uit de oven. Misschien is dat... Ja. En ze zijn heel lekker, hè, die pepernoten. Ja, ja, ja. Maar ze zijn heel... Goed, maar dan gaan we nog naar een vraag. Ja. Sinterklaas. Hi. Ja. Daar gaan we. Oké. Okay. Dankjewel. High five. Waar komen de cadeautjes vandaan? Oh, ook een goede vraag. Oh, waar komen de cadeautjes vandaan? Ook een goede vraag. Waar komen de cadeautjes vandaan? Nou ja, een deel van de... Dat vind ik een hele leuke vraag, want die stelt eigenlijk niemand. Dus de heel veel cadeautjes... He, die nemen we mee vanuit Spanje. Ja. Maar ja, als we tegenwoordig zijn er zoveel kinderen in Nederland. Stel dat we al die cadeautjes mee zouden moeten nemen uit Spanje. Ja, dat kan niet, hè? Nou, dan denk ik dat de boot een beetje te laag ligt in het water. Ja, dus dat veel zou niet overleven. Laag, denk ik, van de zee. Dus een hoop cadeautjes bewaren we gewoon hier in Nederland in pakjes loodsen. Ja. Misschien is dat... Nou ja,
goed, Sinterklaas. Heeft u nog tijd voor een vraag? Ja hoor, vraag maar raak. Oké, okay, ja, dan gaan we hier even een vraag. Ja, ik ben ondertussen hier hoor, Sinterklaas. Ik zie het. Daar gaan we. Hoe oud is Sinterklaas? Zo, pijnlijke vraag. Hoe oud is Sinterklaas? Ja, dat is een goede vraag van jou. Ik was al blij dat het niet de eerste vraag was. Ja, maar die komt toch in. Ja, het is een beetje een gevoelige vraag, want Sinterklaas is natuurlijk heel, heel oud. En misschien nog een paar keer heel ervoor, ja. Maar ik ben niet goed in rekenen. Nee, ik ben niet goed met cijfertjes. Dus ik ben gestopt met tellen toen de kaarsjes niet meer op mijn verjaardagstaart pasten. Ik zeg altijd maar zo, ik ben precies een jaar ouder dan vorig jaar. Ja, is wel zo. Heel slim. Ja. Oké, okay, Sinterklaas, dan gaan we naar de laatste... Je had een vinger omhoog? Nou, dan gaan we daarheen, hoor. Oké, okay, dan gaan we naar de laatste vraag, Sinterklaas. Ja. Dan gaan we. Ja. Hallo. Oh, nou. Vraag. Hallo. Hallo. Goeie vraag. Zwaai maar even naar Sinterklaas. Dag hoor. Heb jij een vraag? Nee? Oh, allemaal vingers omhoog en dan kom ik in de buurt en dan durven ze niet meer. Oké, okay, dan gaan we. Laatste vraag. Hoe lang duurt het om zo'n lange baard te krijgen? Zo. Oh, oh, hoe lang duurt het om zo'n mooie lange baard te krijgen? Wat een goede vraag. Nou, dat vind ik eigenlijk wel een goede vraag. Daar heb ik even ik denk een jaar, in mijn geval een jaar of 15. Ja. Jaar of 15. Ja. Dan moet jij dat nog is, eventjes sparen. Dat valt best mee. Maar ik heb hem nooit meer afgeknipt eigenlijk. Ik knip hem een beetje bij en ik hou hem op zo'n 80 centimeter. Maar het hoeft ook niet. Het staat u heel mooi zo'n lange baard. Maar het duurt 15 jaar voordat hij zo lang is eigenlijk. Goeie vragen. Ja. Zeg, ik heb nog een leuk mopje. Omdat het toch mijn verjaardag is. Oh. Mag ik die vertellen? Nou. Tuurlijk. Hoe noem je een koekje zonder gember? Hoe noem je een koekje zonder gember? Jee, ik... No. Geen idee? Nee. Gemberneutraal. Ja. Snap je hem? We moeten door, denk ik. Leuk, hè? Leuk, ja. leuk grapjes in de baas. Erg leuk. Ja, dat doe je toch op verjaardag? Ja, heel leuk. Is altijd leuk. Zeg maar, wat gaan we zo meteen doen? Oh, goede vraag, Sinterklaas. Na de show, lieve kinderen, na de show, dan is er een meet and greet, hè? Dan kun je ons ontmoeten, handtekening krijgen, een foto maken, een high five geven. En dat is boven in de foyer. Dus allemaal tot zometeen bij de foyer. Ja, leuk, hè, Sinterklaas? Ja, ik vind het fantastisch. Maar voordat we dat gaan doen, heb ik eerst nog een verrassing voor jullie. Een verrassing? Meisjesfiets. Zou jij eventjes dat ene willen pakken? Ja, natuurlijk. Ik wil jullie namelijk iets bijzonders geven. Oh, wat dan? En dat is niet dan? Niks. Dat is een heel bijzonder iets. Jullie tweeën. Ja, Lofpiet, is ook voor jou. Kom er even bij. Ja, voor jullie tweeën namelijk. Oh, ja. Jullie hebben dit jaar namelijk een nieuwe cd gemaakt, toch? Ja. Namelijk Party Piet's Mega Synthits deel. Ja. Twee. Ja. En Lofpiet's Liefhits. Ja. Nou, ik mag jullie... officieel de eerste druk overhandigen. Kijk eens aan. Applaus! Nee, je niet. Ja. Oh, dankjewel, Sinterklaas. Leuk, hè? Kijk, en nu lijkt het me leuk, als de kinderen zo'n cd hebben... Ja. dat jullie zometeen bij de meet and greet er een handtekening op zetten. Oh, we gaan hem signeren. Dat is een idee. Moeilijk woord. Dat was het. Ik denk dat de kinderen ook al weten welke erop staat, dat liedje. Namelijk de Pieter Sinter... Klaasmoe! Hij wist ze gewoon, hè? Knap, hè? Ik vind het nu al leuk. Ja. Misschien is het leuk, Sinterklaas. Dat we daarmee gaan afsluiten. Als we daarmee gaan afsluiten. Vind ik een geweldig idee. Dan gaan we even oefenen nog. We roepen Sinter! Met zijn grote lange baard. Sinter! Zit altijd op zijn witte paard. Sinter! We roepen naar de Sint. Hey. Roepen naar de Sint. Hey. Ja, en dan... Du, 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 du. Ja. Dit is de Pieter Sinterklaasmoe! Swingen, 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 swingen! Pietje! Sinterklaasje! Pietje! Sinterklaasje! De Sint is in het land, samen met de Pieten. Pepernoten overal, tijd om te genieten. De Pieten zijn de bom. We gaan heel hard roepen, hè? Sinterklaasje, komt die aan, hè? Ja! We roepen Sinterklaasje! En met zijn grote lange baard zitten. Zit altijd op zijn witte baard zitten. En heeft een mega gave staf. Het is Sinterklaasje. We roepen naar de Sint. Hey! Roepen naar de Sint. Hey! We roepen hard, hard naar de Sint. Hey! De Pieten zijn erbij. Hey! Lijf, dat zijn wij. Hey! Dit is de moed voor jou en mij. Dit is... de Pieter Sinterklaas moe.
springen, 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 springen. 1, 2, 3, 4 en 1, 2, wow. Wij zijn te gek, oh yeah. Wij zijn te gek, laat je horen. Wij zijn te gek, oh yeah. Wij zijn te, wij. De Pieten komen langs, s'nachts op de daken. In de sneeuw, in de kou, om schoenen vol te maken. Dus wees een beetje lief. Komt jij kinderen op je allerhardst, hè? Sinterklaasje, ja! Oh. We roepen Sinter! Ja. Met zijn grote lange baard, Sinter! Zit altijd op zijn witte paard, Sinter! En heeft een mega gave staf. Het is Sinterklaasje! We roepen naar de Sint, we roepen naar de Sint. We roepen hard, hard naar de Sint. De Pieten zijn erbij, je lijkt dat zijn wij. Dit is de move voor jou en mij. Opgelet, dit is de Pieten Sinterklaas move. De Pieten Sinterklaas move. De Sinter zingen! Wij zijn te gek, oh yeah. Wij zijn te gek, dat kan harder! Wij zijn te gek, oh yeah. Wij zijn te wij. En op 6 december zeggen wij de kinderen weer gedag. Dag hoor! Maar volgend jaar zijn we fris en fruitig terug met veel gelach. De Pieten Sinterklaas moe. De Pieten Sinterklaas moe. En nog een keertje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Springen, 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 springen. De Pieten Sinterklaas moe. Applaus voor jezelf! Heerlijk! Wauw, 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 wauw. Wat een feestje! Mooi gedaan. Oh, wat gezellig hier. Maar hebben wij niet nog een paar dingen te doen? Want ik geloof dat we over een tijdje weer de daken op moeten. Nou, sterker nog, vanavond zelfs. We gaan namelijk vanavond de schoentjes vervullen. We moeten, ja. En we moeten ons klaar gaan maken, Sinterklaas, voor pakjesavond. Ja. Voor pakjesavond. Nou, ik vond het een leuk feestje, hoor. Een leuk feestje. Is alles klaar? Opruimen. Ik ga mijn meter opzetten. Zakken vullen, cadeaus meenemen. Cadeaus. Van Riel, kom eens. Zachtjes gaan we op de daken, met alle pakjes die zijn geschoold. Niemand heeft iets in de gaten, echt niemand die ons hoort. En we sluipen dan naar binnen, doen de pakjes in jouw schoen. Lees in al jouw mooie zinnen, ja, we weten wat we doen. Jij past altijd in ons piep, 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 pietenhart. Jij wacht elk jaar met piep, 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 pietensmart. Jij mooie tekeningen maken ons piep, 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 pieten blij. Pieten speciaal voor jou. En jij bent er speciaal voor mij. Alles klaar voor vanavond? Sinterklaas, alles klaar? Nou, stap hier nog wat slingers. Daar smaakt het. En ik zie daar nog cadeautjes staan, jongens. Oh, die pakjes in de zakken. Cadeaus mee? Ja, ja, ja. Even prantenpakken. Cadeautjes geven is het mooiste wat we jaarlijks mogen doen. Samen zingen, bieden, liefde en Sinterklaas kapoen. En we hopen je te spreken bij je thuis of op jou. Nee, wij zijn niet meer te breken, want jij bent ons idool. Jij past altijd in ons piep, 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 pietenhart. Jij wacht elk jaar met piep, 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 pietensmart. Jij mooie tekeningen maken ons piep, 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 pieten blij. Pieten speciaal voor jou. En jij bent er speciaal voor mij.
piep, piep, pieten hart. Iedereen past in ons piep, piep, pieten hart. Sinterklaas, ja. Nou vergeet ik het bijna te vragen. Oh, wat vergeet je dan nou te vragen? Want de kinderen zijn super lief geweest, toch? Ja, dat klopt hoor, ja, ja, ja. Absoluut. Ja. En ik denk dat de papa's en de mama's het heel graag willen weten. En de kinderen nog veel erger willen weten, denk ik. Ja, wat dan? Ja, want mogen ze allemaal hun schoentje zetten? Oh, zal ik even een heel goed antwoord opgeven? Nou? Komt er vandaag niks in? Dan een andere keer, we doen ons best. Maar vanavond mag iedereen zijn schoen zetten. Jongens en meisjes, dankjewel voor de komst van de enige echte mega Sint-show hier in Rotterdam. Mag ik allereerst een enorm applaus voor de allerliefste Piet, de enige echte Love Piet. En applaus voor onze superster Meisjes Piet. Een mager applaus voor meneer Van Driel. Wow. Applaus voor onze danspieten! En laat je horen voor onze allergrootste held, de grootste kindervriend van alle kindervrienden, de enige echte Sinterklaas! Maar natuurlijk niet te vergeten, de allergrootste ster van deze show. Geef hem een daverend applaus, Party Piet Pablo! Dankjewel mensen van licht, van geluid, van Theater Zuidplein. En dankjewel jullie allemaal voor uw komst. Hè. Het was een fantastisch groot feest. Allemaal een hele fijne pakjesavond. Hè. En tot op YouTube allemaal. En tot volgend jaar bij een nieuwe Mega Sint Show. Dag iedereen. Dag. Dag iedereen.